knoflooksoep hebben we een klein eigen garnituurtje nog gemaakt om duidelijk een eigen signatuur te geven aan de basis ook. Buikspek, heel licht gerookt en mooi gepekeld. Daarnaast hebben we knolselderij, sjalot en laurier gebruikt. Die heb ik heel even een klein beetje aangezet en een klein beetje boter. Vervolgens hebben we dat afgeblust met een gevogeltefond, een klein beetje slagroom. En dat hebben we rustig laten trekken voor 20, 25 minuten. Zodat die smaak van die laurier en dat spek mooi kan afgeven aan mijn gevogeltefond en aan de room. Vervolgens gezeefd door een fijne zeef. Goed uitdrukken dat we al die smaak eruit halen. Dat is eigenlijk de basis van dit mise en place recept.